een aanbieding gekregen om deze auto een dag te proberen. Om even toch eens te beleven hoe het is om in een DS7 e-Tense te rijden. De DS Snoek is een auto die eigenlijk in mijn jeugdjaren rondreed. En toen vond ik het allemaal qua vormgeving heel apart. En op die manier doet me deze auto daar zeker aan denken. Dit is eigenlijk mijn eerste ervaring met de DS in deze eeuw. Echt gewoon een Franse premium auto, maar ook echt wel comfortabel rijden. Het is een plug-in hybride. Ik moet zeggen dat ik zelf nogal van doorrijden hou. Dus het is de vraag of ik dat ga redden, dat elektrische auto rijden. In ieder geval heb ik begrepen dat je door het remmen ook vermogen terugwint. En dat is dan weer een pluspunt, hè, want dan trap je de rem gewoon wat vaker. Ik moet hem zo inleveren. Ik had eigenlijk nog wel een dagje langer willen lenen. Dit is mijn eerste keer elektrisch rijden. Ik moet zeggen dat het echt niet tegenvalt. Het geeft niks aan vermogen weg. Ja, in ieder geval, DS staat echt voor Frans design. Het is een auto waar je bij elk knopje wat je aanraakt het gevoel hebt van hé, daar is over nagedacht. Ik heb echt het gevoel als ik op straat rijd dat ik eigenlijk onderscheidend ben van de rest. Waardoor ik net als andere auto's die je dan natuurlijk hebt in dit segment toch echt wel erbovenuit steekt. Het gevoel, de snelheid, het is echt een auto waar ik van zeg van chapeau.